Welkom allemaal, mijn naam is René Verbrugge en ik wil in ongeveer 20 minuten iets vertellen hoe u het effect van uw data-analyse aanzienlijk kan verhogen. Dat kan door flexibel om te gaan met data en in het Engels heet dat feature engineering. Nou, vroeger in de oude visie moesten data vooral volledig zijn, controleerbaar juist zijn en ze moesten origineel zijn. Dat komt sterk van de accountants en de boekhouders. Maar in de moderne opvatting die beter aanslaat bij data-analyse moet je data beoordelen op hoe goed ze bijdragen aan de nauwkeurigheid van modellen. En die modellen, nou, daar voorspel je mee of daar bereken je het effect van allerlei oorzaken aan. Dus het gaat erom hoe relevant data zijn om de nauwkeurigheid van die modellen te verhogen. En die nauwkeurigheid van modellen, die kan je heel goed berekenen. En de relevantie en de nauwkeurigheid van modellen, die kan iets verder omhoog door flexibel om te gaan met data. En daar wil ik wat meer over vertellen. Nou, wat wordt nou bedoeld met flexibiliteit? Waar moet je dan aan denken? Het kan heel goed als je de vergelijking maakt met het bakken van een taart. Daar gebruik je ook heel veel ingrediënten voor en daar ga je heel flexibel mee om. Maar ze verdwijnen eigenlijk allemaal in hun oorspronkelijke vorm. Je herkent ze later niet meer terug, terwijl er toch een heel mooi eindproduct ontstaat. Dus er ontstaat een soort, ja, je kneedt, je mixt, je probeert, je proeft, je doet er wat bij. Je vervormt het geheel, je laat wat weg en het wordt gebakken. Dus het krijgt een heel andere fysieke vorm. Nou, zo flexibel als bij een taart kan je ook omgaan met data. Het is goed om eerst stil te staan bij wat data nou eigenlijk zijn. Anders dan gedacht zijn het niet alleen data, maar het kunnen best ook wel tekst zijn, zoals woorden of leestekens. Of het kunnen logische operatoren zijn, zoals maar ja, dat is eigenlijk altijd waar of niet waar. Of het kan een tijdsaanduiding zijn. En dan moet je denken aan een jaartal, aan een maand, aan een dag. Of aan een bepaalde dag in de week of een uur op de dag. Of data kunnen klassen zijn. Veel dingen laten zich niet meten met getallen, maar wel met een klasseindeling. En dat kan zijn kleur, beroep, woonplaats of de schoenmaak. En een bijzondere groep, dat zijn de psychologische factoren. Want wat mensen doen, dat wordt ook sterk door psychologie bepaald. Dus dat zijn oordelen, opinies, indrukken, attitudes. Die kan je natuurlijk ook heel goed meten met klassen of met getallen. Maar die moet je wel zelf scheppen met een enquête of een panel. Dus dat werpt wel een drempel op. Maar die zijn vaak wel nodig om dingen te kunnen analyseren of te voorspellen. Je moet ook goed uit elkaar houden variabelen en de waarde van die variabelen. Bijvoorbeeld de gemiddelde temperatuur op een dag, dat is een variabele. En 21 graden, dat is de waarde van die variabelen. Wat flexibel omgaan met data is, kan ik goed met een voorbeeld laten zien. In dit geval is het voorspellen van het aantal auto's wat in specifieke parkeergarages of terreinen gaat staan. En dat wil je dan ook per uur nauwkeurig voorspellen. Nou, om dat te kunnen doen heb je natuurlijk je historische data. Die zijn allemaal bij de toegangscontrole zijn die vastgelegd. Daar heb je een tijdstempel van jaar, maand, dag, uur, werkdag. Nou, dat zijn data die je heel goed gebruiken kan en die vaak ook gewoon digitaal vastliggen. Wat natuurlijk ook van invloed is op het aantal auto's wat je mag verwachten, dat is de invloed van de feestdagen en vooral winkeldagen net voor een feestdag. Die hebben natuurlijk een grote invloed. Alleen die data, die liggen nergens vast. Dat moet je zelf gewoon in jouw databestand inbrengen. Die data, die verzin je eigenlijk zelf. En dat is dus een vorm van flexibel omgaan met data. Data die je zelf moet maken. Een derde groep van data die je nodig hebt, dat is natuurlijk de invloed van het weer. En vooral extreme omstandigheden zijn groot. Maar die data die haal je bij het KNMI, dat is helemaal niet zo moeilijk. Maar je moet vaak wel een technische omzetting maken om ze te kunnen gebruiken. Ze moeten dezelfde format en opmaat
op maken hebben als de bestaande data. Dus dat is ook een vorm van flexibel omgaan met data. En er is natuurlijk een vijfde datagroep en dat zijn de prijzen. Want de prijzen van parkeergarages zijn niet altijd hetzelfde. Dat wisselt nogal eens. Bijvoorbeeld van het moment van de dag of de zaterdag. Nou, die data moet je ook inbrengen, maar dat is niet zo moeilijk. Een andere groep, dat zijn de invloed van de dichtstbijzijnde alternatieven om te parkeren. Want als die dicht zijn of vol zijn, ja, dan heb je natuurlijk meer toeloop. Nou, die data die moet je ook heel goed bijhouden en die moet je inbrengen in je databestanden. Want een hoge bezetting kan best verklaard worden doordat het dichtstbijzijnde veel populairdere parkeergarage, doordat die gewoon vol was of dicht was. Nog een zesde groep van data, dat is natuurlijk de aanblik. Sommige parkeergarages die schrikken af omdat ze zo lelijk zijn. En andere trekken aan omdat ze zo ruim zijn. Nou, dat moet je ook in je data meenemen om te kijken of dat invloed heeft. En nog een zevende groep, dat is de locatie van de parkeergarage. De afstand tot de doorgaande weg, dus waar de meeste mensen die willen parkeren vandaan komen. Hoe korter de afstand, ja, hoe gunstiger dat natuurlijk is. Dus een aantal van die data die je nodig hebt om het aantal auto's dat gaat parkeren te voorspellen, dat zijn data die je eigenlijk zelf moet maken of die je zelf moet omzetten. Een interessante vraag is natuurlijk wat dan de mogelijkheden zijn om flexibel om te gaan met data. Nou, uit dit schema blijkt dat er eigenlijk 8 richtingen zijn die je kan opgaan. Die wil ik nu kort aanstippen en straks bespreek ik ze meer in detail. Eén mogelijkheid is het verwijderen van variabelen. Bijvoorbeeld omdat ze de nauwkeurigheid van een model niet verhogen. Of omdat ze andere variabelen overlappen. Ze meten hetzelfde. Of omdat er te veel ontbrekende waarden zijn. En dan, ja, dat is riskant. Je kan ook waarden verwijderen. Gewoon omdat het onwaarschijnlijke waarden zijn, omdat ze niet kunnen. Je kan ook variabelen omvormen, bijvoorbeeld van een getal naar een klasse. Of je kan ze matchen met een andere periode, omdat er een vertraagde reactie is. Of in een ander format. Een vierde richting is het omvormen van data in een andere schaal. Bijvoorbeeld omdat je hele hoge uitschieters wat wil nivelleren. En daar zijn 3 mogelijkheden voor. Een vijfde mogelijkheid om flexibel met data om te gaan, dat is om data aan te vullen. Je berekent ontbrekende waarden op basis van de waarden die je wel kent. Een zesde richting is het uitbreiden van variabelen met variabelen uit interne bestanden die je al hebt. Bijvoorbeeld gegevens van klanten of uit andere subadministraties. Een zevende richting is het uitbreiden van variabelen met externe bestanden, zoals bijvoorbeeld de weersgegevens van het KNMI of met de resultaten uit interviews en panels. De achtste groep die is heel erg interessant. Dan ga je variabelen uitbreiden met data uit data. Je gaat dus zelf nieuwe data maken. Dan moet je bijvoorbeeld denken aan de titel van een krantenartikel. En daar staat wel of geen vraagteken in. Dan maak je een nieuwe variabele, wel of geen vraagteken. En dan kijk je bijvoorbeeld of er meer of minder reacties komen doordat er een vraagteken staat. En dan komt er een volgende vraag op. Die vraag is: mag zomaar alles? We hebben gezien dat er veel soorten data zijn. We hebben gezien dat je ook op veel manieren flexibel kan zijn. Nou, mag zomaar alles? Nee, je mag niet zomaar alles doen. Je kan alleen maar iets doen, iets veranderen, als het de nauwkeurigheid van je voorspelling of je oorzakenanalyse verhoogt. Anders heeft het niet zoveel zin. Nou, en die nauwkeurigheid die kan je meten en welke methode je gebruikt, dat hangt af van de statistische methode die je hanteerde. Als je bijvoorbeeld lineaire regressie gebruikte, dan meet je de nauwkeurigheid van je model met de R-kwadraats en de nauwkeurigheid van afzonderlijke variabelen in dat model meet je met de standaarddeviatie en de t-toets. De R-kwadraat, dat is het gedeelte dat de spreiding van de data rondom het gemiddelde verklaart. Hoe hoger de R-kwadraat, en het maximum is natuurlijk 100%, hoe beter het model alles verklaart. En
Ze hebben andere statistische methoden, je ziet er hier vijf. Die hebben ook hun eigen nauwkeurigheidsmeting. Nou, de eerste manier om flexibel om te gaan met data, dat is het verwijderen van variabelen. Dus alle data die bijvoorbeeld op de gemiddelde temperatuur betrekking hebben, die verwijder je. Nou, er zijn een aantal redenen waarom je dat zou kunnen doen. Dus bijvoorbeeld als blijkt dat de variabele de nauwkeurigheid van het model niet verhoogt, ja, dan heeft handhaven geen zin. Het kan ook zijn uit correlatietoetsen, dat een variabele hetzelfde meet als een andere. Dus als ze sterk daarmee samenhangen, dus gelijk oplopen of gelijk dalen, ja, dan heeft het ook geen zin om hem te handhaven. En een derde reden om variabelen te verwijderen is als ze bijvoorbeeld door technische mankementen of door onoplettendheid te veel waarde ontbreken, ja, dan kan je variabelen beter verwijderen. Een tweede manier om flexibel om te gaan met data is het verwijderen van waarde. Dus de variabele blijft gehandhaafd, alleen een aantal waarden die laat je vervallen. Nou, dat doe je eigenlijk alleen als ze onwaarschijnlijke waarden hebben. Dus die technisch gewoon helemaal niet mogelijk zijn. Iets wat helemaal niet kan. Bijvoorbeeld een bezettingsgraad boven de 100%. Of als ze heel erg van het beeld afwijken, zodat ze ja, het model gaan vertekenen. Een derde manier om flexibel om te gaan met data, dat is het omvormen van variabelen. Nou, dat kan op drie manieren. Het is nodig om, als je een bestand analyseert, een uniforme bestandsopmaak te hebben. Nou, als je van meer bestanden gebruik maakt, dan moet je een aantal omvormen. Een tweede manier om te vormen, dat is als je periodes met elkaar wil matchen. Een bekend voorbeeld is bijvoorbeeld griep. Je hebt bezoekopdrachten op Google naar griep. En je hebt bezoeken aan huisartsen. En als je wil bekijken of het een door het ander veroorzaakt wordt of ermee samenhangt, ja, dan moet je de periode matchen. En een derde situatie waarin je variabelen moet omvormen is dat als variabelen getallen lijken te zijn, maar dat eigenlijk niet zijn, maar dat het eigenlijk klassen zijn. En dat heb je bijvoorbeeld bij schoenmaten en dat heb je bij maanden. En dan moet je de computer vertellen dat het klassen zijn en geen getallen. Een vierde manier om flexibel met data om te gaan is het omvormen van de waarde van een variabele. Het kan gebeuren dat waarden van variabelen lastig hanteerbaar zijn, bijvoorbeeld omdat er een onevenwichtige verdeling is van de waarde. Het gemiddelde is totaal anders dan de middelste waarneming. Of de waarde van variabelen van de verschillende variabelen hebben een verschillende grootte intervallen. Dus bijvoorbeeld de temperatuur, dat gaat om tientallen. Maar bijvoorbeeld het aantal bezoekers, ja, dat is dan in tienduizenden. Ja, ja, dat gaat vertekening geven in het model wat je ontwerpt. Nou, een derde bron van lastig hanteerbare waarden kan zijn dat de data te groot zijn voor software. Veel software werkt met kwadrateren, dat is een onderdeel van de berekeningen. Ja, en soms is dat te groot voor de software. Bijvoorbeeld de lengte van een tijdschriftartikel. Sommige tijdschriftartikelen zijn heel lang, ja, en dat vertekent het model later. En dat, ja, daar moet je op corrigeren. Dat kan op drie manieren. Je kan ze op een logaritmische schaal omzetten. Je kan de vierkantswortel van getallen nemen. En je kan de waarde normaliseren. Dat betekent dat je verschillende variabelen omrekent naar hetzelfde gemiddelde en dezelfde standaarddeviatie. Een vijfde manier om flexibel met data om te gaan is het aanvullen van waarden. Als je gaten hebt in je data, dan kan je de waarde van die gaten, die kan je schatten. Dat doe je door daarop dezelfde verhoudingen of wetmatigheden van toepassing te verklaren als tussen andere variabelen. En zo vul je de gaten op. Bijvoorbeeld de programmeertaal R heeft daar een aparte module voor. Dus je berekent een model met de bekende variabelen die je wel hebt. En dan reken je het weer terug met dat model naar de gaten die je hebt en die vul je op. Een zesde manier om flexibel met data om te gaan is het uitbreiden van je data met variabelen uit interne bestanden.
Bedrijven die hebben heel veel bestanden, zoals subadministraties, tabellen in rapporten, spreadsheets en heel veel decentrale bestanden op de afdelingen. Maar die kun je allemaal betrekken in je data-analyse. Denk aan productrapportages, projectadministraties, tijdsregistraties, productbeschrijvingen, maar ook de administratie van contracten en van inkopen en van redactionele teksten bij tijdschriften, maar ook de administratie van je klanten en je relaties. Die kun je allemaal betrekken in data-analyse. De zevende manier om flexibel met data om te gaan is door ze uit te breiden met variabelen uit externe bestanden en met data uit interviews of klantenpanels. Externe data, dat zijn bijvoorbeeld het weer, dat haal je bij het KNMI, of de activiteit van concurrenten, want het is natuurlijk ook van invloed op jouw omzet of afzet. En dat kan zijn macro-economische ontwikkelingen, dat zijn ook externe data, of geografische data, zoals de locatie. Waar je ook variabelen over kunt verzamelen. Dat zijn de menselijke factor, dus data over waardeoordelen, opinies en indrukken. Nou, die moet je bijna altijd zelf scheppen. En dat doe je door klanten of toeschouwers te interviewen of met een gesprekspanel. Bijvoorbeeld de verkoopprijs van een huis wordt bepaald door de eerste indruk die het geeft. Het wordt niet alleen door bouweigenschappen, dus fysieke eigenschappen bepaald. Maar die eerste indruk, ja, dat is toch een psychologisch iets. Ja, en dat moet je proberen boven water te krijgen door het een aantal mensen te vragen en het een cijfer toe te kennen. De achtste manier om flexibel met data om te gaan is door je variabelen uit te breiden met data uit data. Dus bestaande data, daar probeer je nog meer informatie uit de waarde uit te halen dan er al in zit. Want data die bevatten vaak veel meer informatie dan op het eerste gezicht zo lijkt. Dus je moet ze bewerken of combineren met andere data, samenvatten als het ware, of je moet ze relateren, dus de verhouding ten opzichte van andere data berekenen of bepalen, of je ontleedt ze, dus je haalt data weer uit elkaar. Nou, ik wil beginnen met een voorbeeld van het ontleden van samengevatte data. Nou, van veel wat we doen op het internet, of als we naar een parkeergarage gaan, of we hebben telefonisch contact, dan wordt daar een tijdstempel van gemaakt. Nou, zo'n tijdstempel, vaak is dat ook gewoon elektronisch, die kan je ontleden in het jaar waarin het plaatsvond, in de maand. En die maand, nou, dat is weer een indicatie voor het seizoen, dus de seizoensinvloed, de dag waarop het plaatsvond en de dag. Ja, dat is weer een indicatie van welke weekdag het was, bijvoorbeeld maandag. En ook het uur waarop het plaatsvond. Maar zo blijkt dat in veel dingen, als je wil voorspellen of de oorzaken wil ontleden, dat de tijdsfactor een hele grote rol, dus een hele belangrijke oorzaak is. En die data waarin tijd een rol speelt, nou, die kan je vaak gewoon zelf creëren of zelf ontleden. Je kan ook flexibel omgaan met data door data over een persoon of over een object samen te vatten. En dan blijkt bijvoorbeeld hun kwaliteit of hun profiel in één oogopslag. Je hebt vaak veel data over hun kenmerken, over hoe je ze benadert, over wat hun gebruiksgedrag is en wat het effect is. En dat kan je vaak gewoon voor de handigheid samen, bijvoorbeeld een intensieve relatie of een ex-relatie. En ja, dat profiel, dat is gewoon nieuwe data. Nog een manier om flexibel met data om te gaan is door relatieve data te creëren. Je berekent dus de verhouding van data ten opzichte van andere data. En waarom doe je dat? Nou, die hebben vaak veel meer verklarings- of voorspellingskracht. Bijvoorbeeld het aantal geslaagden van een school. Ja, dat zegt niet zoveel, maar het slagingspercentage, ja, dat verklaart al meer. En dat is een getal, ja, dat moet je zelf berekenen. Hetzelfde geldt als je de succeskans op matching sites wil voorspellen. Ja, de absolute leeftijden, die zeggen niet zoveel, maar het leeftijdsverschil wel. Maar dat zijn data, ja, die moet je zelf nog even met een kleine berekening zelf berekenen. Dus relatieve data, dat zijn nieuwe variabelen die de nauwkeurigheid verhogen. Een andere manier om flexibel met data om te gaan is door beschrijvende data te scheppen. Dus dat zijn data die beschrijven hoe andere data eruit zien.
Bijvoorbeeld als je tekstanalyse wil toepassen om de lezerswaardering of het aantal lezers te voorspellen, dan kan je dat doen met data die je zelf creëert. Je kan je software laten berekenen wat het aantal woorden in een tekst is, of wat de gemiddelde zinslengte is, of wat het sentiment is, of dat de titel wel of geen vraagteken bevat. Nou, zo zijn er nog veel meer mogelijkheden. En met deze data die je zelf schept en die iets over een tekst zegt, kan je voorspellingen doen over het gebruik van die tekst. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld de effectiviteit van een behandeling wil voorspellen. Je wil kijken of dat samenhangt met het wel of niet iemand gesproken hebben en wanneer er het laatste contact was. Nou ja, dat zijn data, die kan je zelf scheppen en ja, dat doet vaak de software voor jou. Nog een manier om data te creëren, dat is het combineren met externe data. Er is heel veel geografisch bevolkingsonderzoek en nou, daar kan je ook wel een hoop uithalen. Bijvoorbeeld als je iemand zijn postcode weet, dan heb je vaak ook wel een goede indicatie van diens welstand en diens inkomen. Dus combineren van data, dat levert ook weer nieuwe data op. En hier komen we eigenlijk bij het slot van de presentatie. Het is een soort conclusie, namelijk data-analyse. Er zijn heel veel mogelijkheden om flexibel met data om te gaan. Data zijn helemaal niet zo hard als vaak gedacht worden. Maar het vraagt wel creativiteit van je, want ja, er zijn best wel veel mogelijkheden. En je moet het gewoon uitproberen om uit je originele data iets te halen. Je moet jezelf steeds de vraag stellen, welke data zouden de nauwkeurigheid kunnen verhogen? En wat voor bewerkingen kan ik daarop loslaten? En dat toets je dan met de nieuwe variabelen. Dan kijk je of de nauwkeurigheid van je model of dat omhoog gaat. En dat is ook eigenlijk het bewijs dat het mag en dat het kan. Dank voor uw aandacht. Mijn naam was René Verbrugge.